De winter is nog niet voorbij. Opnieuw heeft het verkeer last van winterse buien. Ouderen zijn steeds vaker het slachtoffer van overvallers. Maar het zijn geen gewillige slachtoffers. Je moet met je poten van Allemans plan afblijven. En Bronbeek bestaat al anderhalve eeuw, maar nog altijd moeten de eerste vrouwelijke veteraan gaan wonen. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van donderdag 14 februari. We dachten dat we er vanaf waren, maar opnieuw is er vandaag sneeuw gevallen. En dat betekent weer overlast voor het verkeer. Bij de zoutopslag van de provincie in Wolfhezen staat Annemieke Schakelaar. Hoe ernstig is het met die sneeuw vanavond? Ja, op zich is het natuurlijk gewoon de winterse neerslag die bij februari hoort. 3 tot 6 centimeter. Maar het sneeuwt al wel lang vandaag. Het blijft ook op veel plaatsen liggen. Het heeft nog niet tot enorme files geleid. Het komt ook een beetje omdat het natuurlijk vakantieperiode is en het verkeer op de snelwegen minder druk is. Wel moet iedereen rekening houden, met name op die wegen, dat er vanavond het kan opvriezen. IJssel en er kan ook nog mist bij komen. Dus dan kan het toch nog best wel weer gevaarlijk worden op die snelwegen. Ja, Annemiek, je bent daar bij de provinciale zoutopslag. Hè? De provinciale zoutopslag. Hoe is het op de provinciale wegen? Nou, dat is hard werken. Ik sta hier nu in Plankenwambuis in Wolfhezen. Dit is een steunpunt. Er zijn er 12 in Gelderland. 50 ton zout ligt hier. 500 ton zout ligt hier. En ja, zojuist is er een extra ploeg geregeld. Er reden 6 vrachtwagens en 7 fietstrooiers. Er is zojuist verdubbeld. Omdat er toch nog wel verwacht wordt dat er weer extra rondes gemaakt moeten worden om al die wegen gestrooid te krijgen. Want met name die provinciale wegen, dat is heel veel kilometers bij elkaar. En ja, één ronde strooien in dit gebied alleen al duurt zo 2 uur. Ja, en dan ligt er alweer een laag. Dus er wordt heel hard gewerkt, extra ploegen ingezet om het allemaal schoon te houden. Dat lukt tot nu toe redelijk. Ook op de snelweg gaat het dus redelijk goed. Rijkswaterstaat heeft ook redelijk onder controle. En ja, mocht u nou toch op weg naar huis met die rode roos naast u op de snelweg in de file komen, kunt u ook even naast u in de auto kijken en dan een echte fileflirt beginnen. Wie weet. Annemieke Schakelaar, dankjewel. Vanaf 2019 moeten basisscholen met minder dan 100 leerlingen hun deuren sluiten. Dat heeft de Onderwijsraad geadviseerd aan het ministerie van Onderwijs. Deze scholen zouden moeten gaan samenwerken. In Gelderland gaat het om 201 basisscholen. Dat is bijna een kwart van het totaal. De ondergrens voor scholen in dunbevolkte gebieden ligt nu op 23 leerlingen. CNV Onderwijs is het totaal niet eens met de plannen. Volgens hen was het advies bedoeld om de krimp op te vangen. Maar nu versterkt het de krimp juist. Het aantal woningovervallen in Gelderland is vorig jaar gestegen. In de meeste gevallen zijn het oudere mensen die het slachtoffer worden, omdat zij als weerloos worden gezien. Maar juist die leeftijdscategorie laat zich niet zomaar overvallen en verweert zich. Met het nodige geweld tot gevolg. Geurt en Janke van den Ham zijn vorige week in hun eigen woning overvallen. 'S avonds rond 7 uur wordt er aangebeld en dringen de overvallers de woning binnen. Ze slaan hun bejaarde slachtoffers en bedreigen ze met een mes. Geurt is niet onder de indruk van de laffe daad. Nou, ik moet zeggen dat ik helemaal niet bang was voor de mes. Niks. Helemaal niets. Nee. Hoe het kan, weet ik niet, maar ik was er heel niet bang voor. Maar ik zeg, geld hebben we niet en pas krijgen niet. En Van den Ham is niet de enige ouderen met die instelling. Hoewel ze fysiek meestal minder sterk zijn dan jongere mensen, zijn zij juist degene die zich niet zomaar laten overvallen. Het bijzondere is dat hun psychische kracht vaak heel groot is. En het komt dan ook regelmatig voor dat zij zich juist verzetten tegen die overvallers. Vanuit ook een rechtvaardigheidsgevoel van dit mag niet en ik ga daar niet zomaar mee akkoord. En dat heeft dan weer tot gevolg dat zulke overvallen vaak gepaard gaan met veel geweld. Maar geweld of niet, volgens Van den Ham is het een principe kwestie. Ik heb altijd geleerd en dan weet ik nog, je moet met je poten van allemaal spul nablijven. Daar heb ik niks aan te maken en dat is het punt. Ja, direct na het nieuws in ons misdaadprogramma Dossier GLD meer aandacht voor de toename van overvallen op ouderen. Het treinverkeer in Gelderland heeft vandaag te kampen gehad met verschillende storingen. Dat heeft niets te maken met de sneeuwval, waardoor de NS vandaag ook minder treinen liet rijden.
Tussen Arnhem en Nijmegen reden voor een groot deel van de dag geen treinen. Dat was ook het geval tussen Arnhem en Tiel. Oorzaak was een overwegstoring bij Elst. Reizigers moesten rekening houden met een vertraging van een half uur tot een uur. En er werden bussen ingezet. Ja, klopt eigenlijk, om het zo te zeggen. Maar al met dit weer erbij, dus... Ik dacht vroeger naar huis te gaan. Ik denk, ben ik op tijd thuis. Maar daar wordt natuurlijk ook weer later. Tussen Wehl en Zevenaar reden ook de hele middag geen treinen. Oorzaak hier was een seinstoring bij Didam. Reizigers tussen Arnhem en Winterswijk kampten daardoor met een vertraging van ongeveer een half uur. Waar zijn toch de dames? Mannenbolwerk Bronbeek hoopt na anderhalve eeuw de eerste vrouwelijke veteraan welkom te kunnen heten. In het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen in Arnhem wonen nog altijd alleen maar mannen. Bronbeek. Anderhalve eeuw was het een huis enkel en alleen voor stoere mannen. Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen in Arnhem. In de 150 jaar dat het tehuis bestaat, hebben er meer dan 6000 veteranen gewoond. Allemaal mannen. Maar daar komt verandering in. Het tehuis is begonnen met de werving van vrouwelijke veteranen. Nu biedt het huis zorg aan 50 alleenstaande veteranen. En militairen zouden geen militairen zijn als ze de komst van vrouwen niet zouden zien zitten. Iedere dame die hier komt is altijd welkom. Hè? Of ze hier ooit kunnen wonen, dat hangt van de situatie af. Allemaal mannen, ja. Jammer genoeg. Want we zitten feitelijk allemaal uit te kijken toe. Zodat er eens een keer vrouwen over de dorpel komen, zal ik zeggen. Maar ze komen maar niet. Bij leven en welzijn. De werving van vrouwen is tot nu toe nog zonder resultaat. Van de leeftijdscategorie waarin men naar Bronbeek kan komen, zijn er nog niet zoveel vrouwelijke veteranen. Dat is eigenlijk pas in de jaren daarna gekomen. Maar ze zijn er wel. En het zou heel leuk zijn als we bij ons 150-jarig bestaan, in de jubileumjaar, de eerste vrouwelijke veteranen hier welkom zouden kunnen heten. Daar verheugen we ons op. Helaas voor de veteranen zijn de vrouwen die in het huis mogen komen wonen niet de jongste meer. Ja, maar wat denk je van ons dan? He? Maar ook als de dames al flink op leeftijd zijn, zien de mannen ze graag komen. We zijn ze ook wel hartelijk welkom natuurlijk. Dan kunnen we een beetje voor elkaar zorgen en zo. Ja toch? Zo, heerlijk. Je 60ste trouwdag is al een bijzondere dag, maar als je 60 jaar geleden ook nog eens op Valentijnsdag getrouwd bent, straks meer. Een ontplofde afvalbak, belediging van agenten en een gestolen auto. Voor onder meer deze misdrijven die rond de jaarwisseling werden gepleegd, stonden vandaag 8 mannen in Arnhem voor de rechter. Die legden straf op, uiteenlopend van geldboetes tot 6 weken cel. Keeper Gaber Babos heeft zijn plek in het doel van NEC weer heroverd. Khalid Sinou was na de winterstop eerste keuze in het doel van de Nijmeegse voetbalclub. Maar Sinou moest vorige week geblesseerd afhaken. Ondanks dat Sinou weer fit is, speelt Babos morgen tegen VVV. Truien, dassen, servies en aanzichtkaarten, allemaal met sneeuwklokjes. Overal waar je kijkt is het bloemetje te zien tijdens het Sneeuwklokjesfestival in Wolfhezen. Vandaag begon het en het feest duurt nog tot en met zaterdag. Het is een flinke opgave. In 3 uur 4 muziekstukken leren en ze ook nog dezelfde dag opvoeren. 40 kinderen deden het vandaag in Lichtenvoorde. Het resultaat was vanmiddag om 3 uur in dorpshuis Den Diek te horen. Huisverkopers in Nunspeet moeten gaan betalen als starters hun huis kopen. De gemeente biedt startersleningen aan die de eerste 3 jaar rentevrij zijn. En de kosten die Nunspeet hiermee maakt, die wil de gemeente nu voor de helft verhalen op de verkopers. Een jongen van 15 uit Apeldoorn is opgepakt vanwege dreigtweets. Via Twitter zou hij ernstige doodsbedreigingen naar leeftijdsgenoten hebben gestuurd. Er is tot nu toe 1 keer aangifte tegen de jongen gedaan. De 14-jarige schaker Thomas Beertsen uit Apeldoorn is de nummer 2 van Nederland in zijn leeftijdsgroep. Klasgenootjes zouden waarschijnlijk nooit van hem winnen. Om ze toch een kans te geven, speelde hij daarom vandaag simultaan tegen 23 schoolgenoten tegelijk. Eindscore 19 keer winst, 1 keer remise en 3 potjes verloren. In Tiel kan vandaag vanwege de sneeuw geen asbest geruimd worden. De kankerverwekkende stof kwam gisteren vrij bij een schuurbrand aan de Hoge Straat. 12 achtertuinen moeten nog onderzocht en gesaneerd worden. Dat zal pas gebeuren als de sneeuw weer weg is.
De burgemeester van de gemeente Brummen is boos omdat het politiebureau in Eerbeek mogelijk wordt verkocht en gesloten. Hij stapte afgelopen week uit een overleg met de politie toen hij hoorde dat er al gesprekken lopen met een eventuele koper. De burgemeester heeft nu een boze brief gestuurd aan de politietop. Ik ben erg boos en vooral bezorgd over plannen die circuleren om bureaus te gaan sluiten. Volgens de burgemeester wil de politie het bureau in Eerbeek verkopen. Maar dat zou betekenen dat agenten bij grote calamiteiten uit Twello of Zutphen moeten komen. En Twello ligt ruim 25 minuten van het industriegebied in Eerbeek. En als het druk is in de spits, staat de politie vast bij de Oude IJsselbrug bij Zutphen. En dat moeten we voorkomen. En daar kan niet zo zijn dat we straks uren zonder politie zitten in ons gebied. Of dat het heel erg lang duurt voordat de politie er is. Politiechef Stoffel Heijsman zegt dat de burgemeester ervan uit kan gaan dat de veiligheid van de inwoners de allerhoogste prioriteit heeft. Hij zegt dat er dit jaar geen bureaus worden gesloten en dat alle 81 burgemeesters in de regio regelmatig door hem zullen worden geïnformeerd over de voortgang. Bijvoorbeeld ook over de huisvesting. Volgens de chef zal de politie blijven voldoen aan de aanrijdtijden. Op de dag van de liefde elkaar eeuwige trouw beloven, Valentijnsdag. Mirjam en Patrick Bleumink uit Apeldoorn en Willem-Jan Spruitenburg uit Nijmegen deden het. Het ene stel vandaag en het andere 60 jaar geleden. Hoe romantisch kan het zijn? And love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two. Love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Was het nou liefde op het eerste gezicht destijds? Nee. Het was aantrekkingskracht op het eerste gezicht. De ultieme daad van liefde. Liefde is samen voor elkaar kiezen. Altijd voor elkaar klaarstaan, hè? Samen een kind grootbrengen. L is for the way you look at me. O is for the only. Ik ben de baas. Wij hebben geen baas. Als ik weg ben, zijn wij de baas. Samen zijn we de baas. Love, I was made for me and you. Dat zijn we wel gewend. Hoe dan? Ja, romantisch. En dan gaan we naar Wageningen, naar Reinier van den Berg voor het weer. Een rode roos in de sneeuw, een winterse Valentijnsdag met alweer sneeuw. Maar de komende dagen, ja, dan gaat het eindelijk dooien. Maar het is van tijdelijke aard. Volgende week wordt het opnieuw vrij koud winterweer. Op de satellietanimatie geleidelijk aan een westelijke stroming. Een front dringt vanaf de oceaan door tot over Europa. En dat brengt die dooilucht met zich mee. Maar dat bracht ook vandaag de winterse neerslag met gladheid in het hele land. IJssel, in Gelderland vooral ook sneeuw. Dit was het front dat binnenkwam met al zijn bewolking. En vanavond trekt de sneeuw weg naar Duitsland. Maar het blijft bewolkt. En er kan in de nacht nog wat motregen vallen. De wegen zijn koud, plaatselijk nog onder nul. En dan kan het na de sneeuw ook nog plaatselijk glad zijn door ijzel en motregen. Verder wordt het nevelig met plaatselijk mist en minimumtemperaturen rond het vriespunt. En morgen zitten we in die vochtige lucht met heel veel laaghangende bewolking. En uit die bewolking kan morgen overdag ook nog wel af en toe wat lichte motregen vallen. De bewolking zit zo laag dat het soms ook wel mistig kan zijn. Zeker gedurende de ochtend. Maar goed, de temperatuur die loopt langzaam wat op. In de middag een graad of 2 in het oosten van de Achterhoek tot een graad of 6 in het westelijk rivierengebied bij een zwakke west-zuidwestelijke wind. En waarschijnlijk krijgen we de zon dus niet te zien. En ook amper in het weekend. Grijs, een beetje nevelig. Temperaturen overdag een graad of 4 in de plus. Volgende week een beetje zon, maar in de nachten gaat het weer vriezen. En daarna wordt het zelfs nog wat kouder. En dit was het nieuws van donderdag 14 februari. En daarin ging het vandaag onder meer over het verse pak sneeuw dat er is gevallen en de gevolgen voor het verkeer.
En als het aan Bronbeek ligt, komen er op korte termijn ook vrouwelijke veteranen in het Arnhemse rusthuis te wonen. Ik wens u nog een fijne avond.